Søren Abbi Kierkegaard. Een filosoof uit de 19e eeuw. Maar meteen begint het probleem al. Is het wel een filosoof of is het eerder misschien een theoloog? Ik zal erop terugkomen. Kierkegaard leeft in de 19e eeuw, van 1813 tot 1855, in Kopenhagen. Kopenhagen is de naam die ontstaan is uit Koopmanshaven. En de vader van Kierkegaard, is een niet onbelangrijk detail in zijn leven, was koopman. Dat wil zeggen, hij begon als een straatarme, en nog armer dan straatarme, herdersjongen in Jutland. Maar heeft zijn geluk beproefd en is uiteindelijk naar Zeeland, naar Kopenhagen toegetrokken. Is daar begonnen te handelen in de schaapswol die hij had meegenomen. En is opgeklommen door zijn handel, door zijn slimheid. En ook door een beetje geluk in verband met de economische omstandigheden daar. Tot een van de allerrijkste mannen van Kopenhagen. En dat is voor Kierkegaard in die zin van belang, dat Kierkegaard dus eigenlijk in een gespreid bedje kwam. Hij was de jongste van een gezin van, ik geloof, 5 kinderen. Vele van zijn broers en zussen zijn jong gestorven. Eigenlijk is hij met 1 broer de enige overlevende, zou je kunnen zeggen, enige die een beetje ouder is geworden. En hij kwam in een gespreid bedje, dat wil zeggen, zijn vader had zoveel geld verdiend, dat Kierkegaard gemakkelijk op zijn geld kon leven. En nadat de vader al gestorven was, heeft hij van de erfenis kunnen leven. Kierkegaard heeft dan ook nooit gewerkt. Dat wil zeggen, hij heeft heel veel gedaan, dat zullen we zo meteen zien. Maar hij heeft nooit een baan gehad, een betaalde baan. In het begin zei ik al, het probleem begint meteen als je over de filosoof Kierkegaard spreekt. Wat is het eigenlijk wel een filosoof? Kierkegaard heeft nooit filosofie gestudeerd. Hij heeft theologie gestudeerd, is gepromoveerd als theoloog. Maar we lezen hem vooral als filosoof. Dat is merkwaardig. En ik zal daar helemaal op het eind nog wel eventjes op terugkomen. Hij heeft dus nooit een baan gehad. Hij heeft wel verschillende keren zich voorgenomen om predikant te worden op een of andere, in een of andere gemeente in Kopenhagen of vooral in de omgeving. Maar het is er nooit van gekomen. In feite heeft hij, je zou kunnen zeggen, een beetje het luxe leventje geleid van een, van iemand die de tijd heeft om door de stad te wandelen, mensen aan te spreken. Dat deed hij dan ook heel vaak. Hij wordt niet voor niks de Socrates van Kopenhagen genoemd. Hij hield ervan om door de stad te wandelen, mensen aan te spreken. Dat deed hij om zijn eigen gedachten ook voeding te geven. Als hij dan thuis kwam na zijn wandelingen, dan begon hij te schrijven. Dat schrijven heeft geresulteerd in een enorm oeuvre. Daar kom ik zo meteen ook natuurlijk uitgebreider op terug. Hij heeft maar relatief kort geleefd, hè, van 1813 tot 1855. Hij is 42 jaar oud geworden. En eigenlijk is zijn oeuvre ontstaan in een periode van iets meer dan 10 jaar. Eigenlijk schrijft hij zijn hele oeuvre zo tussen 1843 en 1855, dus 12 jaar zeg maar. En dat oeuvre is niet gering. In die ongeveer 12 jaar schrijft hij ongeveer 30 boeken, essays en redenvoeringen, stichtelijke redenvoeringen over het algemeen, uitgebreide preken zou je kunnen zeggen. Dat is werkelijk een flinke boekenplank helemaal vol. Hij schrijft dat terwijl hij dus leeft op de manier die ik aanduidde. Doorgaans wandelend op straat en voordat hij gaat wandelen, nadat hij gaat wandelen, thuis schrijvend. Je vraagt je af wanneer hij tijd heeft om te lezen, om te studeren. Waarschijnlijk heeft Kierkegaard relatief weinig tijd daarvoor nodig gehad. Dat wil zeggen, in zijn studententijd heeft hij zeer veel gelezen. Maar ook dan al heeft hij in die zin weinig tijd nodig dat Kierkegaard eigenlijk een verschrikkelijk snelle lezer is. Niet zozeer in de zin dat hij heel snel over een bladzijde gaat, maar vooral in een heel opmerkelijke zin. Als Kierkegaard 1 keer een tekst leest, dan kent hij hem.
Het duidelijkste voorbeeld daarvan is de manier waarop hij met brieven omging. Er zijn vrijwel geen brieven bewaard die aan Kierkegaard geschreven zijn. Waarom? Omdat als hij een brief schreef, dan las hij die snel en onmiddellijk verscheurde of verbrandde hij de brief. Hij wilde niet dat dat bewaard bleef. En hij had het ook niet nodig, want we zien dat hij dan later, soms dagen, weken later, letterlijk kan citeren uit die brief die er niet meer is. Hij heeft een onwaarschijnlijk scherp intellect gehad in deze, zoals dat blijkt uit deze manier van lezen. Goed. Kierkegaard schrijft dus een enorm oeuvre. En dat is niet alleen enorm groot voor die korte tijd waarin hij het tot stand brengt, maar het is ook een heel bijzonder oeuvre op allerlei manieren. Ten eerste, Kierkegaard schrijft zeer veel van zijn boeken onder pseudoniem. Dat gebeurde weliswaar meer in die tijd, maar bij hem gebeurt dat op een hele sterke manier en met een zeer sterke bedoeling ook. Het zijn op de eerste plaats nogal merkwaardige pseudoniemen. Ik geef er een paar. Victor Eremita, overwinnaar, kluizenaar als je het zou moeten vertalen. Hilarius Boekbinder of Vigilius Haufniensis, wat opnieuw een eigen soort van Latijnse constructie is, die, als je die zou vertalen, neerkomt op de waakzame van Kopenhagen. Of Johannes Climacus, of Johannes de Silencio, Johannes van de Stilte. Nicolaas Nota Bene, nog een ander pseudoniem. Merkwaardige pseudoniemen waarin je onmiddellijk hoort dat het een pseudoniem is. Want niemand heet Nicolaas Nota Bene natuurlijk. Waarom doet Kierkegaard dat? Het is niet zo eenvoudig om te zeggen. Daar zijn boekenkasten over volgeschreven. Ik probeer het toe te lichten met een voorbeeldje. Ik was een tijdje terug in Helsingør, een beetje ten noorden van Kopenhagen, waar ik met een groep een rondleiding kreeg door de Kroonborg, het kasteel waar het beroemde verhaal van Hamlet speelt. En omdat het een Shakespearejaar is, werd die rondleiding op een heel bijzondere manier gegeven, namelijk door acteurs. Wij kregen geen gids mee. Maar een actrice kwam naar ons toe, zei dat ze in paniek was omdat er iets ergs gebeurd was, de koning was vermoord enzovoort. Met andere woorden, wij werden onmiddellijk in het toneelstuk van Hamlet opgenomen. Het stuk dat volgens Shakespeare's versie in dat kasteel speelt. Nu, die actrice leidde ons rond, maar bleef voortdurend in haar rol. En we maakten allerlei scènes uit de Hamlet mee in dat toneelstuk. En toen dat allemaal voorbij was, toen nam ze ons mee in een apart kamertje en zei dat er nu tijd was voor een nagesprek. En dat was een zeer merkwaardige ervaring. Want wat gebeurde daar? Daar was een actrice die de hele tijd een rol gespeeld had en die haar rol bleef spelen in het nagesprek. Maar wel zei tegen ons dat nu het nagesprek is en dat ze benieuwd was naar onze reacties, hoe we het gevonden hadden, of we nog vragen hadden enzovoort. En je zag aan de reacties van veel mensen in de groep dat een soort vervreemding oplevert. Want hoe moet je nou praten met een actrice? Je weet dat het een actrice is, dus je kunt twee dingen doen. Je kunt ofwel meegaan in het spel, maar ja, dan speel je en dan geef je geen echt antwoord op haar vragen. Of je gaat niet mee in het spel, maar dan frustreer je eigenlijk datgene wat daar geprobeerd wordt. Dus je doet het eigenlijk altijd verkeerd. Dat wil zeggen, het is een beetje een pijnlijke confrontatie met jezelf, wanneer je op die manier door een acteur die duidelijk maakt acteur te zijn, geconfronteerd wordt. Nu, dat is een beetje de ervaring die je ook krijgt als je Kierkegaards boeken leest. Die boeken die worden gepresenteerd als geschreven door Hilarius Boekbinder, Victor Eremita, Johannes Climacus enzovoort. Duidelijk niet bestaande figuren. Wij weten langzamerhand dat Kierkegaard daarachter zit, dat de regisseur zeg maar, van het stuk Kierkegaard daarachter zit. In zijn tijd was dat nog minder duidelijk. Maar de vervreemdende ervaring die je opdoet als je zo'n tekst leest, is daardoor eigenlijk nog sterker. Je weet niet goed wie je tegenover je hebt. En net als in het gesprek met die actrice, dwingt dat je tot een zelfconfrontatie die sterker is dan wanneer je gewoon een boek leest waarin een auteur zegt hoe volgens hem de werkelijkheid in elkaar zit. Kierkegaard heeft dat heel uitdrukkelijk bedoeld. Hij wilde heel uitdrukkelijk op die manier schrijven,
Omdat hij met zijn boeken eigenlijk een heel bijzondere, een heel eigen doelstelling heeft. Namelijk, hij wil vermijden dat hij een boek schrijft wat ergens overgaat, waar je het mee eens kunt zijn of niet mee eens kan zijn, waar je mee kunt in discussie gaan eventueel. Hij wil een boek schrijven dat eerder te vergelijken is met, zoals hij het zelf ergens zegt, met een officier die aan zijn recruten uitlegt hoe ze moeten marcheren. En dan vervolgens zegt, en nu gaan we marcheren. En de recruut die dan vervolgens zegt, ja, ik heb het begrepen en gewoon blijft staan, die heeft het dus niet begrepen. De officier zegt, ja, maar je moet nu gaan marcheren. En dan zegt de recruut weer, ja, ik heb het verstaan, ik kan het zelfs herhalen, je moet nu gaan marcheren. Ja, maar je moet het doen. Ja, nu zegt u, ja, je moet het doen. Dat is, zegt Kierkegaard, de manier waarop wij doorgaans boeken lezen. Wij nemen tot ons wat de auteur zegt en we kunnen het eventueel herhalen. We kunnen het samenvatten, we kunnen het bekritiseren eventueel. Ja, je zegt nu wel dit en dat, maar zus en zo. Dat is niet wat Kierkegaard wil. Wat hij wil is eigenlijk, nou ja, het bevel geven is een beetje verkeerd, een verkeerd effect van die metafoor die ik gebruikte. Maar hij wil dat je iets doet. Hij wil dat er iets gebeurt met je door de boeken die hij schrijft. Hij wil je aanspreken op een manier die het je onmogelijk maakt om het om erover te gaan spreken, maar die maakt dat er iets met jou gebeurt, dat je iets gaat doen, dat je verandert. Je moet je leven veranderen, zoals de titel van het boek van Peter Sloterdijk. Je zou kunnen zeggen, Kierkegaard zal dat niet als titel gebruiken, maar zal dat als impetus, als drijfkracht in zijn teksten voortdurend duidelijk maken. Dat maakt het natuurlijk zeer problematisch wat ik nou probeer te doen, namelijk te gaan praten over Kierkegaard. Eigenlijk mag dat niet. Je moet zijn teksten lezen. Dus laten we proberen zoveel mogelijk naar die teksten toe te gaan. Ik zei al, Kierkegaard schrijft een heel merkwaardig soort van teksten. om twee belangrijke karakteristieke extreme te noemen van het soort van teksten dat je bij Kierkegaard kan verwachten. Het zijn soms hilarisch geestige teksten, zeer scherpzinnig en geestig. Het zijn soms vreselijk ingewikkelde constructies. En die twee horen denk ik bij elkaar. Maar om het duidelijk te maken ga ik van alle twee, dat wil zeggen, ik ga proberen voorbeeldjes te geven van elk van die twee door aparte teksten te nemen. Maar als we die hele tekst zouden lezen, zou je zien dat het ingewikkelde en het hilarische ook in deze teksten met elkaar vermengd is. Eerst maar voor het gemak een voorbeeld van een hilarische tekst. Kierkegaard publiceert in 1844, dus tamelijk aan het begin van zijn schrijverschap, een boek met de titel Voorwoorden. Dat is een merkwaardige titel voor een boek. En je ziet dat de lezer al een beetje uitgedaagd worden als het ware. Een boek dat heet Voorwoorden. Hoe kan dat nou? Alleen maar voorwoorden. Inderdaad is het een boek dat alleen maar voorwoorden bevat. Voorwoorden bij boeken die hij niet geschreven heeft. Er zijn meer auteurs die iets dergelijks gedaan hebben. Nietzsche heeft dat later ook gedaan. Maar Kierkegaard misschien wel op de meest sterke manier. Een heel boek uitgeven met alleen maar voorwoorden. Dat boek is geschreven door, dat wil zeggen, dat staat op de titelpagina. Het zou geschreven zijn door Nicolaas Nota Bene. Nicolaas Nota Bene, ik noemde het pseudoniem aan al. Als je dat afkort, dan staat er NN, Nomen Nescio, onbekende auteur. Dat is een leugen. Want de auteur is zeer wel bekend. Kierkegaard weet wie de auteur is, maar hij verschuilt zich achter het pseudoniem en liegt in zekere zin op een herkenbare manier tegenover de lezer, door NN, of in dit geval dan dat nog verborgen in Nicolaas Nota Bene, als auteur naar voren te schuiven. Goed, hij schrijft voorwoorden bij niet gepubliceerde boeken, bij niet geschreven boeken zelfs. Dat is ook weer een leugen eigenlijk. Want een voorwoord is een woord dat voorafgaat aan een boek. Maar wat is nou een voorwoord dat voorafgaat aan een boek dat er niet is, dat dus niet vooraf gaat aan een boek, dan is het geen voorwoord. Dus het zijn voorwoorden die geen voorwoorden zijn. Je ziet opnieuw dat je als lezer
uitgedaagd wordt. Wat moet ik hier nou mee? Wat zijn dat nou eigenlijk voor teksten? Vervolgens schrijft Kierkegaard bij dat boek, wat alleen maar bestaat uit voorwoorden, daarbij schrijft hij een voorwoord. Het voorwoord bij het boek Voorwoorden. En daarin vertelt hij een verhaal. Een verhaal zoals we dat in Kierkegaards boeken heel vaak tegenkomen. Een van de redenen waarom het zo'n groot plezier kan zijn om zijn teksten te lezen. Hij schrijft het volgende ongeveer. Hij zegt, beste lezer, ik ben heel gelukkig getrouwd. Daar wil ik jullie lezers graag deelgenoot van maken. Ik heb waarschijnlijk de mooiste en de liefste vrouw die er te vinden is. En het gaat allemaal geweldig en we zijn zeer gelukkig enzovoort. Er is alleen één probleempje. En dat is dat als ik naar mijn kamer ga om te gaan schrijven, dat mijn vrouw dat niet accepteert. En dat is een probleem, want ik wil eigenlijk schrijver worden. En mijn vrouw heeft mij keer op keer duidelijk gemaakt dat dat niet kan. Schrijver zijn namelijk, zegt ze, is ontrouw zijn. Je kunt nog beter elke avond naar het bordeel gaan dan dat je je afsluit in je studeerkamer en gaat zitten schrijven. Dat zou ontrouw zijn, dat mag niet. En hij zegt, ik heb gediscussieerd met haar eindeloos en we hebben van alles en nog wat geprobeerd. En hij zegt zelfs ergens, ik heb door de discussies met mijn vrouw iets meer geleerd van de katholieke liturgie, want het is voortdurend maar herhalen van hetzelfde. Maar ze blijft voet bij stuk houden en het lukt niet. Maar, zegt hij, ik heb er iets op gevonden. Uiteindelijk heb ik mijn vrouw moeten toegeven, maar op de voorwaarde dat zij mij toestond, als ik zou beloven geen boeken te schrijven en dus geen schrijver te worden, dat ik wel zo nu en dan een voorwoord mocht schrijven. En dat heeft ze goed gevonden. Vandaar dit boek, wat alleen maar bestaat uit voorwoorden. En dan schrijft hij nog helemaal aan het eind van dit voorwoord bij het boek Voorwoorden. Beste recensenten, als jullie het boek niet zo goed vinden, wil dan alsjeblieft niet al te kritisch zijn, want in dit geval zal ik voor negatieve kritiek zeker niet getroost worden door mijn vrouw. Je ziet dat dat voorwoord eigenlijk weer de beschrijving van een leugen is. Dus hij heeft zijn vrouw eigenlijk bedrogen in zijn poging om te ontkomen aan het bedrog waar zijn vrouw hem van verdacht. Je ziet dat dat hele boek, de constructie, de titel, de inhoud van het voorwoord, eigenlijk voortdurend draait rond de kwestie van bedrog, leugen, je anders voordoen dan je bent. Het is een manier waarop de auteur Kierkegaard zich onttrekt, maar op een manier die jou als lezer dwingt om zelf iets te gaan doen. Dat effect wat zijn boeken hebben, de performativiteit van zijn teksten, dat is waar het Kierkegaard steeds om ging. Maar laten we gauw gaan naar een voorbeeld van zijn meest ingewikkelde teksten. Een klein tekstje, wat volgens mij verschrikkelijk belangrijk is, wat in zekere zin de kern van het denken van Kierkegaard samenvat, als je dat zo mag zeggen. Ook al is dat natuurlijk problematisch, want we mogen niet daarover spreken. Je moet het tot je laten komen en er iets mee doen. Maar goed, we doen het nu eenmaal. Een klein tekstje uit een boek wat van een paar jaar later is, 1849. Een boek dat heet De ziekte tot de dood. De ziekte tot de dood. En die ziekte heeft een naam, namelijk de vertwijfeling. En vaak wordt dat boek ook aangeduid als Over de vertwijfeling. Dat is een alternatieve titel, zou je kunnen zeggen. Opnieuw uitgegeven door een pseudonieme auteur, namelijk Anticlimacus in dit geval. Het heeft weer extra redenen, dit pseudoniem, maar daar ga ik nu maar niet op in. Een tekst die, zoals ik zei, eigenlijk de kern van Kierkegaards denken aangeeft, denk ik, samenvat. Ik lees die tekst eerst een keer en dan ga ik proberen om hem een beetje stapje voor stapje uit te leggen. Goed, ik lees hem. De mens is geest, maar wat is geest? Geest is het zelf. Maar wat is het zelf? Het zelf is een verhouding die zich tot zichzelf verhoudt,
Of is in de verhouding het feit dat de verhouding zich tot zichzelf verhoudt? Het zelf is niet de verhouding, maar dat de verhouding zich tot zichzelf verhoudt. De mens is een synthese van oneindigheid en eindigheid, van het tijdelijke en het eeuwige, van vrijheid en noodzaak, kortom een synthese. Een synthese is een verhouding tussen twee, maar zo beschouwd is de mens nog geen zelf. Verhoudt nu de verhouding zich tot zichzelf, dan is die verhouding het positieve derde. En dat is het zelf. Een dergelijke verhouding, die zich tot zichzelf verhoudt, een zelf dus, moet ofwel zichzelf hebben gesteld, ofwel door iets anders gesteld zijn. Een dergelijke afgeleide, gestelde verhouding is het zelf van de mens. Een verhouding die zich tot zichzelf verhoudt en die in dat verhouden tot zichzelf zich verhoudt tot iets anders. Om die reden kunnen dat er twee vormen van eigenlijke vertwijfeling zijn. Ik ben ervan overtuigd dat als u die tekst niet al kende, dat u er nou nog helemaal niks van begrijpt. Het is een typisch voorbeeld van het ingewikkeld soort van teksten die Kierkegaard kan schrijven en hij kan het soms nog veel bonter maken. Maar het is geen loze ingewikkeldheid. Ik ga proberen om die tekst uit te leggen. Het begint als volgt. De mens is geest. Mens is geest, ja. Moeten we dat goed verstaan? Je moet soms bij Kierkegaard het Deens, of in dit geval het Nederlands, weer terugvertalen in het Grieks. Hij was goed in Grieks en Latijn. Sommige tijdgenoten zeggen dat hij beter Latijn schreef dan dat hij Deens schreef. De mens is geest, als we dat vertalen in het Grieks, dan staat dat de mens is psyche. Wat Kierkegaard hier doet, is een psychologie geven. Het is een wijsgerige psychologie die we krijgen. En dus gaat het over de mens als psyche. We hebben ook een lichaam, dat is heel belangrijk, ook voor Kierkegaard heel belangrijk. Maar degene die zich dat lichaam kan toe-eigenen, die een verhouding heeft tot zijn eigen lichaam, daarover gaat het als we het willen hebben over wat de mens nu eigenlijk is. En dat je je verhoudt tot wat je allemaal verder nog bent, dat is geest ofwel zelf. Want, zo vervolgt Kierkegaard, de mens is geest, maar wat is geest? Geest is zelf. Dat je zelf iemand bent. Dat jij je verhoudt tot jouw lichaam, tot jouw geschiedenis, tot wat je allemaal verder nog over jezelf zou kunnen zeggen. Dat ik mij daartoe verhoud. Dat ik een zelf ben dat aan al die dingen die over mij gezegd kunnen worden, dat van al die dingen maakt dat ze over mij gezegd worden. Over mijzelf. De mens is geest, maar wat is geest? Geest is een zelf. Goed. Begin van de psychologie. De mens is een zelf. Maar wat is een zelf? Dat zelf omschrijft Kierkegaard als een drievoudige verhouding. Ten eerste, het is een verhouding. Het zelf is een verhouding. Verhouding tussen twee. Dat is de eerste verhouding. Ik kom daar zo op terug. Ten tweede, die verhouding verhoudt zich tot zichzelf. Dat is de tweede verhouding. En ten derde, die verhouding die zich tot zichzelf verhoudt, die verhoudt zich tot iets waardoor die verhouding gesteld is. Derde verhouding. De mens is dus een driedubbele verhouding. En in die driedubbele verhouding ligt het probleem dat de mens is. Want herinner je de titel? De ziekte tot de dood of de vertwijfeling? Het gaat over de mens. Menselijk leven is een of ander soort van probleem. Is een ziekte tot de dood. En we moeten begrijpen wat dat probleem is. Wat het probleem van menselijk leven is. En hoe ontdekt Kierkegaard dat? Door de structuur van mens zijn naar voren te halen. En wat is die structuur? Een structuur van een drievoudige verhouding. Kijken we naar die drie lagen in de verhouding. Ten eerste, de mens is een verhouding. Verhouding van wat dan? Verhouding is altijd iets tussen twee minstens. Inderdaad. Een verhouding tussen eindig en oneindig, tussen tijdelijk en eeuwig, tussen vrijheid en noodzaak, schrijft hij. De mens is een verhouding tussen twee dingen die blijkbaar tegengesteld zijn. Vrijheid
en noodzaak. Eindigheid en oneindigheid. Eeuwigheid en tijdelijkheid. Je hoort het probleem al. Want als je in een verhouding bent en je bent een verhouding tussen twee tegengestelden, ja, dan ben je een conflict, zou je kunnen zeggen. Dan ben je een probleem. Inderdaad, dat is wat verder uitgewerkt zal worden, maar laten we eerst even kijken wat dat betekent. Een verhouding tussen tijdelijk, eeuwig, eindig, oneindig enzovoort. Heel simpel voorbeeld. Dit is een lessenaartje. Ik kijk naar die lessenaar, maar ik zie alleen de bovenkant. Waarom? Ja, ik kan niet en hier zijn en tegelijkertijd aan de onderkant zijn. Dus ik ben gebonden, ik ben beperkt. Tijdruimtelijk beperkt, in dit geval vooral ruimtelijk. En kan dit ding maar van één kant tegelijk zien. Dat is de beperking van mijn waarneming. Eigenlijk zie ik helemaal geen katheder, ik zie alleen maar één stukje, één kant daarvan. Maar tegelijkertijd spreek ik over de katheder die ik zie. Dat wil zeggen, ik zie eigenlijk veel meer dan wat ik zie. Ik weet dat er ook een onderkant is. Ik weet dat dit een ding is met een bepaalde hoogte enzovoort. Dus ik meer dan wat ik waarneem, neem ik waar in mijn beperkte waarneming. Mijn beperkte waarneming is tegelijkertijd over haar beperking heen en ziet ook datgene wat ze eigenlijk nog niet ziet. Beperkt en onbeperkt. Dat is een voorbeeld van eindig, oneindig, denk ik. Of in de tijd. Wij weten allemaal dat wij eindige wezens zijn. We zijn een keer geboren en we gaan een keer dood. Maar als we alleen maar eindig zouden zijn, zouden we daar niet zoveel problemen mee hebben als dat we hebben. Het is precies omdat we over onze eindigheid heen kijken, dat we kunnen lijden aan de gedachte dat we er ooit niet meer zullen zijn. Maar de gedachte van er niet te zijn, is een overschrijding van de tijdelijkheid eigenlijk. Dus we zijn enerzijds gebonden aan de tijd en anderzijds blijkt uit onze lijden aan de sterfelijkheid bijvoorbeeld, dat we over die grens heen gaan. Op een manier die tegelijkertijd weer onmogelijk gemaakt wordt, maar niettemin. Een dier dat geen voorstelling kan maken van een leven, van het einde van een leven, een dier dat zich dus niet over die grens heen kan bewegen, heeft ook geen probleem met de sterfelijkheid. Op allerlei manieren zie je hoe eindig, oneindig, tijdelijk, eeuwig enzovoort in een mens tegelijkertijd aanwezig zijn. En dus begrijpen we wat Kierkegaard bedoelt als hij zegt, de eerste verhouding zegt, de mens is een verhouding tussen twee tegengestelden. Maar staat er dan, zo beschouwd is de mens nog geen zelf. En we moeten de mens als een zelf leren kennen. We hebben alleen maar de eerste stap gehad. Nou komt de tweede stap. De mens is een verhouding, maar die verhouding verhoudt zich tot zichzelf. Als we alleen maar de verhouding zouden zijn, zouden we te vergelijken zijn, bij wijze van spreken met, neem maar een heel ander soort verhouding, kop en schotel. Kop en schotel verhouden zich tot elkaar. Of dag en nacht. Ook twee tegengestelden die een verhouding vormen. Dat hoort bij elkaar. Maar voor wie hoort dat bij elkaar? Dag en nacht horen bij elkaar voor mij, maar niet voor dag en nacht. Kop en schotel horen bij elkaar voor mij die een kop en schotel gebruikt, maar niet voor de kop en schotel. Wat is nu kenmerkend voor de mens? De mens is ook een verhouding. Maar niet zo één als kop en schotel, want hij is een verhouding voor zichzelf. Hij verhoudt zich tot die verhouding. Terwijl kop en schotel zich niet verhouden tot kop en schotel. En dag en nacht zich niet verhouden tot de dag en de nacht. Verhoudt de mens zich wel tot de verhouding die die is. Dat is het tweede niveau. Een tweede niveau waar opnieuw een groot probleem aan vast zit. Want we hebben gezien, de eerste verhouding is een verhouding van tegendelen. Tijdelijk en eeuwig zijn aan elkaar tegengesteld. En toch zijn wij het alle twee. Nu verhoud ik mij tot die verhouding. Maar dat ik, dat zich tot die verhouding verhoudt, is niet een derde in de zin van een serene positie ergens anders die kan zeggen, oké, ik ben dus, daar ben ik tijdelijk en daar ben ik eeuwig, daar ben ik oneindig, daar ben ik eindig. En nu ga ik proberen om die twee in een verhouding bij elkaar te brengen. Nee, dat zelf wat zich verhoudt tot die verhouding, is zelf eindig en oneindig, is zelf tijdelijk en eeuwig.
Dus als die spanningsverhouding, die we in de eerste verhouding al zagen, als die spanningsverhouding, verhoud ik mij tot mijzelf in die spanningsverhouding. Dus je zou kunnen zeggen, we krijgen hier een kwadratering van het probleem dat de mens is. Als we alleen maar eindig en oneindig waren, dan waren we als een kop en schotel. Maar omdat we dat voor onszelf zijn, dat wil zeggen omdat ik in die spanning mij tot die spanning verhoud, wordt die spanning pas echt een probleem. Dat is het tweede niveau. Er is nog een derde niveau. Die verhouding die zich tot zichzelf verhoudt, daarvan zegt Kierkegaard, die kan ofwel door iets anders gesteld zijn, ofwel door zichzelf. Eigenlijk is dat een tamelijk klassiek filosofische stelling die hier betrekt. Dat wil zeggen, een vraag die hij stelt. Is dat door zichzelf gesteld of door iets anders? Is het de oorzaak van zichzelf of is het door iets anders veroorzaakt? Is het causa sui, oorzaak van zichzelf, of door iets anders veroorzaakt? En als je het helemaal zo gesteld hebt, is het antwoord onmiddellijk duidelijk. Niets is de oorzaak van zichzelf, alles is door iets anders veroorzaakt. Dus ook deze verhouding, die zelfverhouding, is door iets anders veroorzaakt. Is niet de oorzaak van zichzelf, maar is door iets anders veroorzaakt. Maar dat betekent dat die zelfverhouding, die verhouding die zich tot zichzelf verhoudt, zich ook verhoudt tot nog iets anders. Namelijk tot zijn eigen oorzaak, tot datgene waardoor die gesteld is. Dus we hebben een drievoudige verhouding. De mens is een conflict van twee tegengestelden, dat zich in dat conflict tot zichzelf verhoudt en zich in die zelfverhouding weer verhoudt tot iets anders waardoor het gesteld is. Nou, voorwaar een hoogst ingewikkelde structuur. En zoals bij alles wat ingewikkeld is, dat kan ook makkelijk kapot gaan. Dat wil zeggen, de mens is een zo ingewikkeld wezen dat die niet alleen gemakkelijk, maar bijna onvermijdelijk ziek zal worden. En die ziekte, zegt Kierkegaard, dat noem ik vertwijfeling. En die vertwijfeling kan op verschillende manieren bestaan, precies naar die verschillende niveaus van verhouding die er zijn. Heel kort nog, er zijn drie soorten vertwijfeling, zegt hij. Oneigenlijke vertwijfeling en twee soorten eigenlijke vertwijfeling. Wat is de oneigenlijke vertwijfeling? Ja, daar besteedt hij nauwelijks tekst aan, want dat is eigenlijk geen menselijke ziekte. Dat is alleen maar op dat eerste niveau van verhouding bestaan. Dat we zeggen alleen maar of tijdelijk of eeuwig zijn, zonder dat je je daarin tot jezelf verhoudt. Dat is eigenlijk de manier waarop een dier bestaat, zou je kunnen zeggen. Die is alleen maar eindig. Daar besteedt hij nauwelijks tijd. Interessant is de eigenlijke vertwijfeling. En die bestaat op twee manieren. De eerste manier is vertwijfeld proberen niet een zelf te zijn. De tweede manier is vertwijfeld proberen een zelf te zijn. En nou zitten we op het niveau van de tweede en de derde verhouding die we net zagen. Degene die vertwijfeld probeert niet een zelf te zijn, die probeert zich op zo'n manier tot zichzelf te verhouden dat hij zich niet tot zichzelf hoeft te verhouden. Hoogst paradoxaal, kan natuurlijk niet. Maar ik geef een voorbeeld. Iemand leeft, probeert zoveel mogelijk puur in de mogelijkheid te leven. Niet de werkelijkheid, maar de mogelijkheid. Probeert zoveel mogelijk puur in de oneindigheid te leven. De oneindigheid is de mogelijkheid. Alles is altijd mogelijk. Totdat iets werkelijk wordt, dan is de mogelijkheid afgesloten. Iemand probeert helemaal in de mogelijkheid te leven. Ik neem dat voorbeeld omdat het een favoriet voorbeeld van Kierkegaard zelf is. Een voorbeeld wat hij vaak uitwerkt in termen van een erotische verhouding. Iemand die helemaal puur in de mogelijkheid wil leven, wil zich niet verbinden met één persoon, maar wil voortdurend een ander. Of wil dezelfde voortdurend op een andere manier. In het schitterende dagboek van de verleider, wat Kierkegaard geschreven heeft, vind je daar een heel mooie uitwerking van. Dat is de verleider die iedere keer zijn prooi, mag je haast zeggen, probeert te verleiden en dan weer afstand neemt en dan weer op een nieuwe manier, nog subtieler probeert te verleiden, zodat hij steeds kan spelen met de mogelijkheid van een verbinding aan te gaan, maar een mogelijkheid die hij nooit werkelijk maakt. Zo iemand probeert dus puur mogelijkheid te zijn en geen werkelijkheid.
in de verhouding tot zichzelf gaat hij nou proberen om daar niet mee geconfronteerd te worden. Waarom leidt dat tot vertwijfeling? Omdat dat mislukt, want hij is niet alleen maar mogelijkheid, hij is ook werkelijkheid. Hij wordt plotseling verliefd op iemand en kan niet anders dan voor die persoon kiezen. En dan voelt hij zich gebonden en dus aan de werkelijkheid gebonden, eindig, terwijl hij probeert te leven in de oneindigheid en in de mogelijkheid. Of andersom, iemand die overtuigd is van het determinisme, van de werkelijkheid, van de eindigheid. Alles is veroorzaakt. En hij probeert zich daarop vast te pinnen, om helemaal die kant van de verhouding te zijn. Maar vervolgens ontdekt hij dat hij wel heel fanatiek bezig is te proberen om andere mensen daarvan te overtuigen. Met andere woorden, hij zet zich in op een manier die eigenlijk tegen het determinisme ingaat. Hij kiest om op een bepaalde manier met dat determinisme om te gaan, die eigenlijk ingaat tegen de stelling van het determinisme. Dat zijn allemaal voorbeelden, denk ik, van wat Kierkegaard bedoelt met de eerste vorm van eigenlijke vertwijfeling. Vertwijfelt niet jezelf proberen te zijn. Vertwijfelt proberen jezelf te onttrekken aan de confrontatie met wat je nu eenmaal bent, namelijk mogelijkheid en werkelijkheid. Eindig en oneindig. Je bent het alle twee. Vertwijfeld niet jezelf proberen te zijn is een vertwijfeling, is een vorm van ziekte, is een vorm van wanhoop die ontstaat wanneer je die grondconditie miskent. Laatste vorm van vertwijfeling, vertwijfelt jezelf proberen te zijn. Dat is degene die dat erkent, die meent dat te kunnen erkennen, dat die zowel eindig als oneindig is, tijdelijk en eeuwig is, die dus anders dan de vorige erkent dat hij dat probleem is, maar die doet alsof hij dat volledig in de hand kan nemen. Die doet alsof hij zelf, als het ware, het principe kan zijn van waaruit die conflictuele verhouding ontstaat. Wat die persoon doet, is miskennen dat hij niet de oorzaak van zichzelf is, dat hij niet het principe van zichzelf is, maar dat hij uiteindelijk afhankelijk is, veroorzaakt is, overgeleverd is aan iets wat hem veroorzaakt heeft, maar wat hij zelf niet in de hand heeft. Voor Kierkegaard is dat laatste heel duidelijk een religieuze boodschap. Want datgene waardoor je veroorzaakt bent, zoals ik het tot nog toe noemde, dat is bij Kierkegaard degene waardoor je geschapen bent, dat is uiteindelijk God. Voor hem is dat een zeer duidelijk religieuze these. En ik noem dat helemaal tot slot, omdat hier we iets heel merkwaardigs zien. Namelijk, voor Kierkegaard, en dat is een van de redenen waarom hij zoveel onder pseudoniem schrijft, voor Kierkegaard draait het uiteindelijk om deze laatste religieuze, voor hem zelfs christelijk religieuze boodschap. Terwijl hij allerlei teksten schrijft over Don Giovanni, over Don Juan, over Johannes de Verleider, over alle mogelijke figuren zoals bijvoorbeeld die Nicolaas Notabene met zijn voorwoorden enzovoort, draait het uiteindelijk om die religieuze boodschap bij Kierkegaard. Dat wil zeggen, om die derde verhouding. Kierkegaard noemt zichzelf, als hij in de eerste persoon schrijft, als hij onder eigen naam schrijft, onder de naam Søren Kierkegaard, dan noemt hij zichzelf een religieus schrijver. En hij zegt, dat was ik ook toen ik die pseudonieme boeken schreef, maar omdat ik daar een omweg moest maken om mijn lezer te bereiken, heb ik dat verborgen. Maar het draait voor hem om die religieuze boodschap. En ik noem dat op laatst, omdat helemaal in het begin zei ik, eigenlijk problematisch dat we over Kierkegaard als filosoof spreken. Is het wel een filosoof? Is het niet eerder een theoloog? Hij heeft theologie gestudeerd, dat was zijn studie. Daarin is hij gepromoveerd. Het merkwaardige is niet alleen dat we hem vooral als filosoof lezen, maar dat hij vooral populair geworden is, dat hij vooral een enorme invloed heeft gehad in misschien wel de meest of zelfs anti-religieuze filosofie die de 19e en de 20e eeuw te zien hebben gegeven, namelijk het existentialisme. Mensen als Sartre, als Camus, waren fervente Kierkegaard-lezers. Het is heel merkwaardig hoe Kierkegaard ook op die manier eigenlijk een effect heeft gehad wat aan zijn eigen schrijverschap zich onttrok. En daarmee is dat schrijverschap eigenlijk een voorbeeld
van wat hij zelf over de mens zegt. Wij hebben niet de controle over datgene wat we zijn. We zijn uiteindelijk overgeleverd. Voor Kierkegaard aan God. De receptiegeschiedenis suggereert dat we ook overgeleverd zijn aan de geschiedenis. Aan wat anderen met ons doen. Maar goed, alles wat ik gezegd heb over Kierkegaard zou je eigenlijk moeten vergeten. Want het gaat erom zijn teksten zelf te lezen. Dat is de enige manier waarop je een filosoof leert kennen. En zeker bij Kierkegaard gaat het erom de teksten die hij geschreven heeft te laten werken in jou als lezer.